Binnenkort komt hij mogelijk ook in Nederland uit, de Chromecast van Google. Een HDMI-stick waarmee je video kunt streamen vanaf je telefoon, tablet of laptop. De Chromecast is vergelijkbaar met de Nexus Q, een mediaspeler van Google die uiteindelijk nooit op de markt is gekomen. Grootste verschil? De Nexus Q zou $300 gaan kosten, waar je de Chromecast voor $35 krijgt. De Chromecast heeft geen afstandsbediening, zoals bijvoorbeeld de Apple TV. Je moet op je PC met Windows of OS X, of je apparaat met Android of iOS, een video selecteren om af te spelen. Dat is soms onhandig, als je bijvoorbeeld even snel wil pauzeren, maar over het algemeen is een tablet of smartphone als afstandsbediening een stuk gebruiksvriendelijker dan een echte afstandsbediening. Installatie van de Chromecast is simpel en kan bijvoorbeeld vanaf je laptop. Een programmaatje van Google zoekt naar beschikbare Chromecast en laat ze je aansluiten op je wifi-netwerk. Het afspelen van video's kan op twee manieren. De manier die het best werkt is streamen of casten vanuit applicaties. Op dit moment is de ondersteuning echter nog beperkt. In Nederland werken alleen Netflix, YouTube en Google Play Music. Vanuit die applicaties kun je met een druk op de knop de stream naar je Chromecast sturen, waarna die hem zelfstandig streamt. Binnen niet al te lange tijd zal Google de API volledig vrijgeven, waarna elke applicatie ondersteuning voor de Chromecast kan inbouwen. Het omzeilen van de regio-restricties van Netflix werkt overigens niet, tenzij je de nodige moeite doet. Naast het casten vanuit applicaties is het mogelijk om de inhoud van tabs van Google Chrome naar je Chromecast te streamen. Dat werkt nog niet zo heel erg goed. De Chromecast heeft af en toe flink moeite om te streamen en de audio erbij synchroon te laten lopen. Het streamen van je hele beeldscherm, een functie die het stempel experimenteel heeft gekregen, werkt nog een stuk slechter en kan ervoor zorgen dat de Chromecast-plugin crasht. Als je bovendien een oudere PC hebt, merk je dat direct bij het streamen. Vooral als je last hebt van veel wifi-netwerken in de buurt, kan de Chromecast af en toe flink haperen. Dat komt grotendeels omdat de Chromecast alleen wifi-netwerken in de 2,4 GHz band ondersteunt. De 5 GHz band biedt meer bandbreedte en is minder zwaar belast, maar daarvoor heeft de Chromecast helaas geen antenne aan boord. Wat we ook een beetje raar vinden is dat er geen enkele vorm van authenticatie is. Iedereen op jouw wifi-netwerk kan zomaar video's naar je Chromecast sturen. Ook kunnen ze zien wat je op dat moment aan het kijken bent, terwijl we ons kunnen voorstellen dat je niet al je kijkgedrag met je huisgenoten of je familie wil delen. De Chromecast wordt op dit moment nog nauwelijks ondersteund, heeft last van bugs en het gebrek aan 5 GHz ondersteuning is irritant. De prijs van $35 maakt echter heel veel goed. Voor dat bedrag heb je een apparaat dat geen ruimte inneemt en waarmee je webvideo naar je televisie kunt streamen. Bovendien is het apparaat veelbelovend. We hopen dat ook andere apps ondersteuning zullen inbouwen. Dan zou de Chromecast zomaar eens kunnen uitgroeien tot meer dan alleen een hebben dingetje.